In het onderzoek naar de aanslag op het kantongebouw aan de Monseigneur Wulfingstraat komt er steeds meer cruciale informatie over het motief van het gebeuren boven water. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie zegt dat er nu hard wordt gewerkt aan het opsporen en aanhouden van de kwaadwilligen van het misdrijf. Ja, de beelden worden inderdaad geanalyseerd. Er zijn heel veel camera's in de buurt, in de omgeving. En het is, je volgt de aanrijroute vanaf welk moment komt bijvoorbeeld zo'n bromfiets in beeld. En dan ook weer de uitrijroute. Dus al die camera's worden bekeken. En aan de hand daarvan, we hopen natuurlijk dat de resultaten van deze analyses kunnen leiden tot het identificeren, achterhalen eventueel van de verdachten in deze. Het ministerie van Defensie heeft al informatie over de herkomst van de gevaarlijke explosieven die zijn gegooid op het terrein van het kantongebouw. Wanneer we zulke acties zien, dan de gedachte, denk ik, de intentie kan niets anders zijn dan intimideren. En het is gericht tegen de gemeenschap, het is gericht tegen de rechterlijke macht, het is gericht tegen de democratische instituten in Suriname. En we zien het niet anders. Daarom gaan we deze zaak we onderzoeken deze zaak met alle ernst. En waar we ook hulp kunnen krijgen van de gemeenschap, informatie, inlichtingen, staan we open. We vragen zelfs ernaar. Zodat we dit kunnen oplossen. Het treft ons allen. De justitieminister garandeerde na de aanslag van 13 januari dat er meer veiligheidsdiensten zouden worden ingezet om de veiligheid te garanderen. Sindsdien is gebleken dat de politie op verschillende plekken in en buiten Paramaribo controles doet.